Whippersnapper 2. Okay! Oh my god! Special. Hallo allemaal! Welkom bij een nieuwe aflevering. Ben ik goed verstaanbaar, goed zichtbaar en goed aaibaar? Leuk, dankjewel. Voordat we naar de reportage van deze week gaan, wil ik toch eerst even nog de ontvangst van een YouTube video bespreken. Een speciaal bericht voor alle kijkers. Ik had om 2 likes gevraagd. Ik heb er 5 gekregen. Ik wil iedereen heel erg bedanken. Daarom heeft iedereen in de chat. Welkom Paradroid 2. Welkom Excalitur. Snipperwepper en Nightbot zijn ook van de partijen. Die zeggen niks. Welkom. Op die video heb ik genoeg likes gekregen. Ik heb ook wat comments gekregen. Die wil ik even bespreken. Even analyseren. Kijk, die staan volgens mij op de volgende slide. Ja, de eerste reactie die ik gekregen heb was van een necklover. NEC-lover, necklover. Die zegt Arnhem Simulator. Nou, dat vond ik... Ik heb hem een hartje gegeven en geliked, omdat het mijn eerste comment was. Ik vond het niet zo aardig. Maar gelukkig kwam daar een Mark. Ik heb zijn achternaam heb ik even weggedrukt. Dat vind ik wel zo netjes. Zegt, Vitesse speelt nog in de Eredivisie. Hashtag Nexit. Nou, maar dan NEC Nek. Vond ik erg leuk bedacht. Dank u wel, Mark. Als je dit ziet, shout-out. Laten we maar doorgaan. waar was dit? Dit is mijn YouTube-video. Dit is de comment-sectie. Commentor-sector van mijn YouTube. Daar wordt flink in gediscussieerd door Necklover en Mark. Maar ik heb het idee dat Mark aan het winnen is. Afgelopen video, zeker weten. Zeker weten. Gewoon... Wees geabonneerd op mijn video's. Kijk of er comments zijn. Reageer erop in de comment sector. Down below. Ik denk dat het maar tijd is om naar de reportage te gaan. We hebben vandaag niet veel tijd. We moeten over 57 minuten weg. Daar gaan we. Oh, hey, hij staat al. Hij is een beetje vroeg. Ah, sorry. Goedenavond, Whippersnapper. Fijn om je weer in blakende gezondheid te zien. Ben je een beetje bekomen van de schrik? Goedenavond. Ja, het gaat weer heel erg goed. En ik heb er alle vertrouwen in dat deze vijand van de democratie opgepakt en berecht zal worden. Ik moet je helaas melden dat Jigsaw nog vrij rondloopt. Het huidige kabinet zal er weer geen prioriteit geven aan het aanpakken van deze aanslag op de democratie. Nou, aanslag op de democratie... Hallo, je bent maar een kleinschalige reporter, hoor. Zoveel ben je nou ook weer niet. Nou, ik vermoed dat mijn eerdere bijdragers kwaad bloed hebben gezet bij linkse lui. Dit is een politieke aanslag op de democratie. Het kabinet dient dit als zodanig op te pakken en aan te pakken. De democratie is in gevaar. Nou, zo erg is het toch... Ja, net als bij jouw streams. Huh, pardon? Er is bij jouw streams geen enkele vorm van democratie te bespeuren. Alsof de chat geen inspraak zou moeten hebben. Zij zien elke keer weer dezelfde plusje plakker daar zitten. Hé, hey, daar ben ik. Wat stel je voor dan eigenlijk? We beginnen met iets simpels. De chat bepaalt wanneer de stream beëindigd moet worden. En dan typen ze uitroepteken einde. En dan stop je direct. Dat lijkt me geen goed plan. Wat als ik eerst nog mijn progressie, mijn voortgang moet opslaan of zo? Als de chat het dan wil... Dan is het maar zo. Dan moet dat maar gebeuren. Nee. Ik weet iets beters. Bij uitroepteken einde duurt de stream nog precies 6 minuten. Ook een goed plan. Daar heb ik van de week ook nog iets voor gemaakt. Ik weet je, ik stuur het direct naar je op. En dan voeg jij het meteen toe aan de stream. Oké, doe jij dat? Dan handel ik de stream verder af. Tot de volgende keer! Au revoir! Au revoir, Frans. Zo, die is van Allemar. Hey, uit beeld, jongen. Je bent nog in beeld! Stommert. Nou,
Ik ga even uitroepteken einde activeren. Dat hoofd is al eens geactiveerd. Dat gebeurt niet. Hij was nog niet geactiveerd. Dus pas als je... Laatste 6 minuten. Oh. Nou, nog maar 6 minuten en dan stopt de stream ermee. Nou, dat was erg onhandig. 19:26, stop het. Het werkt niet. Hoezo? Het werkte wel. Ik hoorde duidelijk... dit is een test. Goed, nou, goed dat we dat afgehandeld hebben. Dan ga ik naar het volgende agendapunt. Carolien. Oh, dit is niet van de vorige keer. Dit is 2 keer geleden. Dat slaan we even over. Ja, agendapunt. Ik had vorige keer het kaasje aangestoken. En er was niemand die in de chat uitroepteken lid deed. Nou, dat was geen beter moment om het te doen. Dus alsnog even uitroepteken lid voor dit kaasje, alstublieft. Dank u wel. Nu gaan we verder. We hebben de strijd tussen goed en kwaad is geëindigd. En wat is er bekend geworden? Er is een trappetje gevonden achter het... Wacht even. Komt er hier een interruptie? Wacht. Ga door. Oh, Thorn in Two Worlds. Jullie zijn goed en kwaad samen. Nou, dit spinnetje, dan gaan we afschieten. Jullie mogen wel eens bedenken, doen we dat met een shotgun of een grenade launcher? Want dan kan maar één van de twee pakken, want mijn inventory zit te vol. Dus kies maar. Dan ga ik een spel opstarten. Ik ga nu het spel opstarten. Dat kost wel even tijd. Want het crasht als ik het alt-tab ga doen. En dat werkte vroeger altijd wel, maar nu niet meer. Dus ik moet helaas het spel helemaal opnieuw opstarten. Kijken, huppakee. Kijken of het een beetje... Nee! Ik start het spel op. Dat doe ik. Dat is niet handig. Meteen quit drukken. Met respect, dank u wel. Toch einden we. Bibliotheek. Hervatten. Speulen. Ik kan het niet via Big Picture opgestart en dan werken mijn controllerinstellingen niet. Dat is een, zo. Wat is dit? Oh, ja. De geluidjes staan ook redelijk hard. Ik heb in de titel van de... Ho, even. 18 plus. Het staat niet in de... Wat 18 plus? Het staat niet in de streamtitel. Ik heb in de streamtitel iets anders neergezet. Resident Evil Zero. Ik weet niet of jullie streamtitels lezen. Oh ja, nee. Nou, jammer, want daar staat een comment in. Een commando die je kunt gebruiken. En dan heb je... Nu, dan krijg je een lijst van alle geluidjes die je zou kunnen gebruiken. Oké, jongens, wat wordt het? Grenade launcher om het spinnetje neer te halen of een shotgun. Verkeerde knop. Vlammenwerper, die heb ik die? Let's regroup. Oké. Heb ik die? Ik heb wel een vlammen grenades, alleen die heb ik denk ik. Daar heb ik de kogels van bing, laten bing, liggen. Bing, bing, bang. Nou, dat wordt niet gekozen door de chat. Heel goed. Dan ga ik lekker zelf kiezen. Dan kies ik voor... een grenade zijn wel leuk. Of, ik kan wel zo'n molotov gooien. Dat is ook... Kijk, waar... Hoe werkt het spel ook alweer? Zo. Kijk, shotgun dus. Oh, die ligt daar. En de grenade launcher. Daar sta ik op. Molotovs. Ga ik proberen, maar ik denk dat het niet gaat werken. Maar ik vind het wel leuk om te proberen. Dus dan moet ik...
werkt dat zo? Equip. Dit is echt altijd weer. Zo. Waarom heeft zij shotgunkogels bij zich? Niemand die het weet. Die legt hier naast de shotgun. Zo. Dan kunnen we er nu voor gaan. Hij loopt daar hoor. A la die gast in de film. Napalm in the morning. Aragorn, precies Aragorn. Ik wist wel dat ik die film bedoelde. Oké, dan moet zij even dit op de grond flikkeren. Hoppakee. Heeft iemand nog anti-poison bij zich? Joehoe, spinnetje! We steken alles in de fik. Oh god, vorige keer werd ik dik poison. Dus ik ben... Waarom wil hij niet nikken? Kan dat niet. You fuck it, we steken alles in de fik! Jij zegt, spinnetje is weg! Nah. Ik hoor hem. En hoe werkt dit? Zijn mijn knoppen kapot of? Als oude focus, lopen ging wel, maar schieten niet ofzo. Oh, bijna. Het ging niet zo soepel, maar het heeft wel gewerkt. En niemand is gepoisoned, jongens. En dat op Grand Eggplant moeilijkheid. Even. Nou, dat was echt een anticlimax, dan heb ik jou daar. Maar ja, het werkte wel. Kijk, ik ga even de kaart kijken. Want hoe ziet de kaart eruit? Hier. Ik vind dat wel interessant. We zijn in de facility basement. Straks hebben we rechts een deur waar we niet doorheen kunnen en links wel. Oh, zag ik hem nou bewegen? Ik zie nog een spinnetje. Zelda, ja. Zelda is nieuw, alleen als jullie zo wil. Fuck it, we steken het in de fik. Ja, dat heeft dus niet gewerkt. Napalm, hoppakee. Fuck it, ik steek dat ding in de fik. Hoppakee. Oh, kies een spartel. Lokt, ja. Zo, dat was helemaal geen gedoe. Ja, als jullie zo vaak commands spammen, dan werkt het niet meer, helaas. Oh ja, ja, inderdaad, ze hebben alle emotes weggehaald, inderdaad. Rimp was een grafsteen. Oké, ik zie hier kogels liggen. Nee, ik wilde kogels pakken. Ik wilde geen verhaaltje voorlezen. Correctional Institute Inmates Lid. Nee, van Apu. Nee, want... Oké. Correctional Institute Inmates List. Dit gaat... Matthews K, deceased, disposal complete. Mitch D, deceased, disposal complete. Keith W, preserved as specimen. Savage C, savage, transported to research facilities. Royce M, transported to research facilities. Paranoid 2, volgende keer zelf sneller een stemmetje voorstellen, dan doe ik die misschien. David E,
The Zucht as Specimen, Clark A, Transported to Research Facilities, Ernst J, Transported to Research Facilities, Terence O, Disease, Disposal Complete, Kate A. Transported to Arklay Laboratory, Gary O, Disease, Disposal Complete, Scott S, Transported to Research Facilities, Mitchell F, Transported to Research Facilities, Gary T, Transported to Arklay Laboratory, Roberts E, Transported to Research Facilities, Transported Individual to be deleted from the records. Dat was echt saai. Er zat geen plot in. Ja, ik wil die kogels pakken. Mag niet. Poison healing! Hé, hier kun je opslaan. Nice. Kijk, wie heeft er ruimte om spullen te pakken? Dat is de verkeerde knop. Ah. Zij, maar ze heeft ook al... Zijn hier... Die zijn toch geen beeps? Niet toestaan. Graphics update. Welkom in Tari. 3NT PRU. Hoppakee. Zou dit een SF-kelder zijn? Het ziet er wel zo uit, hè? Wauw. Hier zie je ook pilletjes. Dat is voor mensen die niet omhoog kunnen krijgen. Oké, opslaan. Dat is voor watjes. We lopen gewoon door. Het is echt veel te hoog. Hé, hey, er ligt iets op de grond. Dat knippert. Oh nee, dat is gewoon licht. We gaan even kijken naar de map. Ik weet niet eens meer wat de knop van de map is. Dit? Ja. Dit is gewoon een rondje. De ronde kamer van Damocles. Ik zie hier een spinnenweb. Hé! Hey. Cutscene! Dat was echt de saaiste cutscene die ik ooit gezien heb. Kril. Nee, hallo. Dit is echt een torture room. Weet je hoe gaaf? Oké, okay. Rebecca, jij gaat geboost worden. Wat heeft Rebecca bij zich? Die moet iets meer kogels hebben, denk ik. Voordat ik haar alleen op vast hebben of twerken. Hoppakee. Inleveren die handel. Communisme. Hoppakee. Kom maar. Zo, nummer 4. Yep. Dan gaan we Rebecca een boostje geven. Cutscene, jongens. I'm almost there. I'm glad I could be of service. Kan dit niet echt andersom? Dit is, echt, dit is zo 19e eeuw. Ja, oké, nu ben je gescheiden. In de horrorfilms gaat het nu altijd fout. Dat is niet slim. Ze schrikt ook een beetje. Van... Oh, die had nog niet door waar we waren in de torture room. Had ze nog niet door. Dit is niet Jill, dit is Rebecca, maar bedankt voor het idee. Hoeveel euro voordat ik hierin ga? Bij drie bit drops ga ik hierin. Ik probeer. Het zijn geen echte bitdrops, dus ik ga er ook niet echt in. Oké, hier zie ik een machientje. Power supply. The panel looks like it controls the electric voltage in the room. Jongen, ik ga nergens aan zitten. No balls? Nee, ik speel met Rebecca. Oké, zou deze deur open zijn? Ik zie hier eerst een papiertje liggen. Met welke stem moet ik deze voorlezen? Wie is er eerst?
Ik kan geen Apu, ik kan alleen de neef van Apu. De stem van Whippersnapper 2. Oh, die is altijd boos over de democratie. Oh, jongens, dit is even instructioneel. Dit geluid is te lang. Due to the recent lightning strike, the power regulator continues to be inoperative. It wouldn't really matter about power except for the fact that the boiler room equipment is on the same grid. The equipment is so run down that it probably have to fix it up if you wish to. I'll probably have to have it fixed up all the time. If you wish to exit rapidly, set the indicator to 70. Ik word kort genoemd, jongens. Check, maar ik ben. Check first though that everything is connected to the chain. Oké, dus everything moet connected zijn met de chain. Ik weet niet welke chain. En dan moet hij op 70. Wat? 70 iets. It's locked. Ja. Oké. Pardon, moi. Nou, dit is een kleine kamer. Het lijkt dat je niet zoveel kan doen. Maar... Je moet maar... Oh, electric chair! Sweet release. Power up. Nou. Flip that switch! Oh, ik moet gaan rekenen dat het 70 wordt. Onthoudt iedereen even de individuele... Wat heb ik gedaan? Ik hoor iets. Ik hoor slijmies. Dat ben ik. Oh jongens, wie heeft er zin in rekenspelletjes? Ja, los even op. Heeft iemand goed opgelet? Ik had op cancel moeten drukken, hè? Wat had ik net gedaan? Down, down, up. Het is een... Nee, de laatste is dus niet plus, maar cancel. Als dat kan. Ja, dat was echt heel erg. Ik dacht, oh, het gaat niet meer lukken. Pardon? Misschien mag het niet met cancel. Hoeveel is die vijfde waard? Heeft iemand, is het 30, 20, 40, 10, 50? Nee. Ja? Oké, hoeveel is de eerste waard? Nee, niet plus, min, plus, plus. De eerste is 30 waard. De tweede is 20 waard. Dus 30, 20... Ja, oh, je 40, oh, je weet het toch. 10, ja. Je had hem al gewoon echt helemaal in het begin, had je hem al. Knap hoor. Up, up, down, up, up. We worden trouwens gefilmd. Wat is dat? Monitor room? Oh, dat is waar Billy is. Hé, hey, ik weet waar dat is. Ik weet waar het is. Kijk, ja, we worden gefilmd. You are wasting your time. Dit is Snape weer. I have already claimed this place for myself. Hij is echt een weeb. Which means you are trespassing. Hij kijkt niet, hij praat tegen de televisie, maar hij kijkt er niet naar. Very territorial.
Oh, honden, godverdamme. Hij is echt een tegen. Gorilla's! Het is een gewonde gorilla. Snel verzorgen. Wow, stoepduik. Achterwerk verwoester. Hé, hey, ik ben geflikt. It just doesn't make sense. En dan heb jij hem weer. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. Hey, but if somehow it is true, then Umbrella will be finished. If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. So, the time has come at last. What are you going to do? I will simply say goodbye to Umbrella. The biological weapon utilizing the T-virus. Ik snap echt niks van de plot. Vind ik het heel leuk allemaal dit. Our remaining task is to acquire combat data. You can't be serious. I refuse to abandon my work. I have finished the research on the T-virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-virus. G-series. Die komen naar de T-series. Do as you wish. I will follow my initial plan and lure the STARS members into the mansion. Their superior combat training should make them perfect test subjects. Het zal je dood worden. Fine. Dus foreshadowing. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destructive device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a mass of rubble. Maar dat doet hij niet. Dat doet Chris en Jill. I can't. Spijkerbroek hangen. Oké, ik heb meteen B2. Wat is dit voor muziek? Dit is een muziek past totaal niet bij dit spel. Of Nee, is het een volgende hoofdstukje? Ik denk het wel, maar... Nee, want dan zou je alle... Er zit een orkest in de kelder. De Titanic komt eraan. Nee, bij volgende hoofdstukje is alle items die ik achtergelaten heb, zou ik dan hier moeten sparen. En alle kogels en zo die ik achtergelaten heb. Ook is de kelder, dat is mijn tip. Nummer! Oh, wat ben ik nou... Maar, wow, is dit braaf? Oh jongens, ik heb niet gezeten. Ik heb maar heel even om... Waar zit die deur? Nee, ik heb geen tijd voor aapjes. Achterwerp verwoesten. Ga dan maar af. Wow, hij slaat me in mijn ballen. Ik heb nul schade. Ik hoor meer aapjes, maar ze zat hier. Ik ga... 7. Je mag die 7 Rebecca niet helpen, oké. Okay. Even een verhaaltje schrijven. Ik kom eraan, Rebecca! Oh, er zit iemand met XD'en in chat. Nee, niet mijn voet. Hop. Oké, dat is een steametje. Dat was een steametje. Dat je iemand een headshot geeft. Zijn hoofd eraf knalt op deze manier. Heeft hij verder nog iets? Shotgun. Ja, ik heb mijn shotgun boven laten liggen. Weer die aapjes. Daar heb ik er genoeg van. Ik steek ze allemaal in de fik. Oh.
Dat heeft blijkbaar niet gezien. Fuck it, we steken alles in de fik! Hier. Had je wat? Ik speel... Had je wat? Dacht ik ook. Wat agressief in het spel. You can see Rebecca down below. Oké, jongens. 1 in de chat. Type 1 in de chat als ik op haar vingers moet gaan staan. Type 69 in de chat als ik haar moet redden. Moest ik hier niet heen of wat? Dan ben ik in de war. Heb je touw? Ik heb geen touw. Heb jij touw? Ik zie overal touw, maar je kan er niet mee interacten. Dus je ziet hier zo'n touw in. Spring dan zelf ook. Oh. Deze. Had ik dat ergens anders moeten pakken? Ik weet helemaal nog niet of ik ergens touw heb laten liggen. Ik weet dat ik haar omhoog kon helpen, maar hoe doe je zoiets? Zo galant ben ik niet. Ja, deur door, even stil Rebecca. Oh ja, ik kom naar de... Oh, ik ben zo vergeten af te gaan. Ja, ik moet naar de boiler room. Weet iemand nog iets over de boiler room is? Dining room is die naam. Ik weet, voor mij was het iets oostelijker. Ik denk als ik de kaart erbij pak dat ik het wel weet. Even kijken, we moesten. Hier, nou, down. Oh ja, dat noemde ik altijd de keuken in de dining hall. Maar ja, waarschijnlijk heb je al gewoon gelijk. Er zitten overal aapjes. Zo, dat had ik al verwacht. Nou ja, goed doorlopen. Er valt het van die mensen. Here comes that bullshit, what's up? Ja, hier komt dat boy. Yeah. Heb ik levens nodig? Nee. Kom maar, Rebecca. Oh, ik zeg. Ja, dat hoor. Ik ben echt al in de vierde loop van dit liedje. Zo langzaam, zo lang doe ik erover. Oké, ik was weer even. Ik liep even langs het aardje. Takjes overwegen. Ik heb totaal niet over mijn controle niet reageren. Jongens, er zit al meer, hè? Wow, zieke parkour skills. Ik denk dat ik even...
wat wiet gaan roken, jongens. Yes, ja. Oh, Ainea. Ik heb geen idee meer waar jij refereert. Ja, oh, dat verhaal van hem, dat is me... Hoe ken dat? Hughes dan? Hughes, ja, hoppakee. Meteen volle levens. Wie speelt er nou deze moeilijkheid? Ja, hij zat er wel aan, hè? Hij heeft hem even goed geknakt, maar dat heb je wiet voor nodig, wel. Oké, jongens, een beeld van een Freedom Based. A dance to the air capturing a legless prey. En ja, wat doe jij zo al? Hij stand on the earth with one part in his plate. Ja, heel goed. Het is geen muziek om een puzzel op te lossen. Hij creeper van mijn victims in legless silence. Ja, deze wordt gegeten door de arend. Mightiest of Kings, die zullen we nog wel krijgen. Dat hebben we hier. En de king, ja, die wordt gegeten door de slang. No creature can escape my wrath, oké. Okay. The Great Sworn Beast, ja. Dit is een vrij simpele puzzel, alleen... Je hebt een peert. Super Olympus, lekker. Oké, maar heeft iemand een idee hoe de puzzel start? Oh, ik heb nog heel veel kamers. Oh, ik kan gewoon Rebecca redden, in plaats van dat ik die puzzel ga doen. Kogels. Kogels pakken voordat ik Rebecca red, stel je voor ze is veranderd in een zombie. Wat is het hier? Nee, het is niet bij rechts. Cutscene. Ik kom net op tijd. Ja hoor, precies boven zo'n gat. Kun je dan niet gewoon naar rechts vallen? Huh? Huh? Ik dacht dat ik beneden was. Hang on. I'll pull you up. Ik snap de 3D-vorm van deze mansion even niet meer. Oh. Thank you. No mention. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? Hij probeert het cool te spelen. Hallo, Max. Whippersnapper. This is Rebecca, over. Rebecca, this is on Rico. Hey, Rico! The boss. Here comes that bullshit, what's up? Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him, over. Ze luistert niet naar de baas. My first mission and I've already disobeyed orders. Oh, wat een muziek. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. It was dark. Ooh. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. Gorilla forces, guerrilla warfare. But the hideout was far away from our entry point. Is it Vietnam? Some died from the heat. Others were killed by the enemy. De bomen. In the end, only four of us survived. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no.
Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! Oh, ik ben jij net gewoon de good guy te zijn. Die overal de schuld van krijgt. So, did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you. But it does matter. Look, now my people think you killed those NPs in the van. But I don't think you did. It was those zombie dogs, right? Te lang. When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. You don't get it. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Kan weer opslaan. Nou weer. Voor het eerst kan ik opslaan. Ja, en hij was te goed. Oh. Ik moet heel even iets doen. Gaan jullie maar even 2 minuten jezelf vermaken. Dus even een intermezzo. Tot zo. Here comes that bullshit, what's up? Hallo allemaal. Een echte professional zou nu ads gerund hebben en daarmee revenue gecreëerd hebben. Ik moet even mijn proteïne shake voor vandaag even pakken. Ik moet ook nog even wat eten. Ik heb hier een wit chocola. Ja, de laatste kwartier van de stream. Wat gaan we doen? We gaan Twix is beter. Hier, Ed. Deze heb ik ook nog. Maar die is voor als ik hem echt nodig heb. Want deze is beter. Nou, bij elkaar. Leuk dat je even komt gluren. Je hebt het leukste stuk net gemist. Heb ik opgeslagen? Ik heb opgeslagen. Warning, no loitering. Nou, kijk, dat vind ik nog eens goede... Loopt zij mee? Let's split up. Okay. Ja, ze loopt mee. This way. Okay. Nooit. Do you have a license for loitering? Yeah! Dankjewel voor de yeah. Gezellig haardvuurtje. Ik weet niet wie hem ontstoken heeft. Is dit een brandblusser? Wat zit hierachter? Moet je dat in de fik zetten? Tijd voor de puzzel. Het lijkt alsof je in die bakjes voer moet doen ofzo. Wat is dit voor deur? Six souls imprisoned
rekindle the flames of lives and the spirits of the weak. Oké, rekindle the flames of life from the spirits of the weak. Degene die opgegeten worden, die moet je aansteken of zo. Met vuur. Of ik kan door al die deuren gaan waar ik nog niet heen ben geweest. Toch? Kijken. Hier, want er zijn hier twee trappen en één van die twee ken ik nog niet. Namelijk. Waar gaat dit heen? Is dit een soort shortcut of zo? Is dit... Waarom ben je geen mop meer opeens? Dit is gewoon een heel nieuwe regio. Oh, nu ben je wel weer mop. Je had geen moptekentje bij mij. Hier zijn spinnen. Ik ben weer weg. Oh, wel nieuwe regio's. Maar ik kan ook... Misschien kan ik die puzzel nog niet doen. Dan moet ik hierheen. Oké. De flame of the weak. Nou, de slang werd opgegeten. Dus dan moet je die slang... wie heeft een litty? Hij heeft een litty. Oké. De slang werd op... nee, dan moet je hem dus niet aandoen. Hoe doe je dat uit? Oh, ik ben ook... wat ben ik op mijn gevoel? Plassen, dankjewel. Oh, ben ik een koekwoud. Hier deze gas werd opgegeten. Ik denk dat dit een puzzel is voor een extra wapen ofzo. Dat is een gevoel heb ik. Horned Beast moet aan. Kijk, wat is er met deze jongen aan de hand? Die moet ook aan, want de slang eet hem op. Maar die vogel die moet nog uit. Deze wordt niet opgegeten. Ik doe er geen volgorde. Ik ben gewoon alles wat opgegeten wordt, ben ik aan het aansteken. Maar ik heb ongeveer deze vogel aangedaan. Die wordt niet opgegeten. Dus ik wil graag even uitdoen. Ja, er zijn er drie. Ik vind het vind ik op zich een goed idee, maar er zijn er. Je wordt of dus geen. Wordt of opgegeten of niet. Er zit geen. Funken eerst, ja, heel goed. Met je kruipen tweede. Ik heb ongeluk dit. Ik heb ongeluk hier anti-gif gebruikt. Per ongeluk. Kamer uit in. Dat vind ik geen slecht idee. Ik ga doen. Ik dacht gewoon drie vlammetjes aandoen van de dingen die doodgaan en dan kijken of de deur werkt. Hop. Dus eerst mijn eigen idee en daarna mag de chat. Maar na de stream. Oh nee, pingpong 100.
dat is hem volgens mij. Ja, hallo, ik heb het gehaald volgens mijn eigen theorie. Heeft iemand een andere theorie? Kan ze ook allemaal? Nee, ja. The strong prey upon the weaker. Goed, welke volgorde had je voorgesteld? Wat vind jij een goede volgorde? Kijk, deze is specifiek op de slang gericht. De paard hoort nergens bij. Deze wordt opgegeten door de wolf. Deze eet de tijger of de leeuw en wordt gegeten door de arend, adelaar. Deze eet alles. Of zo. Maar deze paard is sneller dan alles. Ik heb het idee dat dit een... Nee, nu zijn ze allemaal weer uit. Heeft iemand nog een idee dat ze op een volgorde, maar heb je ook een voorstel voor een volgorde? Of? Ik zat zelf te denken aan Force. Hoe zeg je dat? Force. Brute Force heet dat. Zo, sta ik weer niet goed. Staat ook bij. Force choke, ja, oh. Hoogste. I stand tall on the earth with horns proudly displayed. Dat is duidelijk een referentie naar de wolf. Ik zie iedereen boos op deze puzzel. Dus ook een. Ik denk dat die op. Ik heb zo'n gevoel dat het optional is. En dat ik de andere kant. Oh nee, het is niet optional. Er zijn hier twee deuren waar je achter kunt komen. Oké. Okay. De hele internet weer boos. Nou, dan steken we nog even die laatste aan. Ik zou nooit een goede zoekkeeper zijn. Hé, hey, ze zijn weer uit. Is het inderdaad een volgorde? Vraagteken. Het is een volgorde, oké. Okay. Duidelijk. Uitroepteken einde. Ik heb nog precies 6 minuten. Laatste 6 minuten. Ah, dank u wel, laatste 6 minuten. Oké. Okay. Degene die het zwakst is. Is het hert. Het hert doe ik als eerste. Het hert eet namelijk als enige helemaal niks. Het hert wordt gegeten door de wolf. Het paard eet trouwens ook helemaal niks, maar die wordt niet gepakt. Of zo. Je hebt gewoon gelijk. Dat vind ik nog het ergste. De wolf wordt gegeten door de leeuw.
De leeuw wordt gegeten door de slang. De slang wordt gegeten door de vogel. En dan hebben we nog een paard over. Die moet ergens tussenin. En niet op het eind. Ik denk dat alles goed is, behalve dan dat het paard ergens tussen moet. Even kijken. Of je doet het paard als eerst, maar waarom zou het paard voor de dino moeten? Gaat met ons. Hallo Excelsior. Hallo Paradox. Praat met ons. Wat een leeuw wil, want de leeuw wil een paard houden. Ja! Ik had de leeuw de wolf laten eten, maar waarom zou de... Dat kan niet... Oké, moet ik kijken naar het paard, want het paard zegt... no amount of cunning, dus slimme dieren can match the speed of my supple limbs. Hij moet na een slim dier. Welk dier is slim? Is deze slim? Sharp witch. Deze is slim. Oh, ik wist het. Als je het gewoon leest, dan is het duidelijk. Dit is eigenlijk... Als je weet dat je er alle zes op een volgorde moet doen, is het eigenlijk best wat te doen. Alleen je moet even denken. Als ik het nu goed heb, hè. Het staat voor gek als ik het nu fout heb. Kijk, dat ik Rebecca niet verborgen de fik zit. Nog tijd? Ik heb nog 2 minuten. Eigenlijk heb ik geen tijd. Hey. Ik wil eigenlijk wel een soort map van dit gebied vinden. Want bij andere gedeelten staat het gewoon buiten in beeld. Niemand zegt wat. Is hier een urn? Nee, er zijn molotovs. Maar dat moet je ook weer hebben voordat je... Ja, ik zeg map, want het heet hier... Dit is gewoon... Ik kan nog 1 verhaaltje voorlezen. Nee, hallo. Er zit een item in. Ja! Dit is 1 van de 3... Ik dacht dat het een papiertje was. Je bent te laat, Paranoi 2. Maar ik dacht dat het een papiertje was. Maar het is 1 van de 3... Oh, waarom heb ik nou die dingen mee? Jamper, zij heeft nog ruimte. Wat lekker dan. Het is 1 van de 3. Wat was het ook weer? De heilige 3-eenheid, dank je. Vader, zoon en heilige geest. Bottles, maar dat... Nee, ja, ik wil die bottles. Ik heb een drinkingprobleem. Is dit alles in deze kamer? Goeie kamer. Maar even nu rechtsomkeert. Ik heb nog 1 minuut. Nee. Je moest iets instoppen en dan kon je met die bottles van die dan moest je erin stoppen. Was dat? Die moest je gebruiken met die gasoline of zo. Oh, het is kwart over. Ik ga 7 en stoppen. Dag meneer, ik kom u vragen of u al... Dag. Ik wist niet dat u een bezoek had. Ik kom later wel terug. Dag. Ik weet niet of het een safe is. Oh, ja. Oh, dat is een doodlopende kamer. Dus dat gaan we de volgende keer als ik even kijken. Kan ik al die berichten hiervan lezen? 44 berichten werden verwijderd door de moderator.
Ja, die is niet lang meer mot. Oké, dabben of twerken? Record data. Oh, weer een record. Ik dacht al. Ja, waarom de berichten? Dat, ja, omdat je meestal geven mensen time-outs omdat ze mensen stomme berichten sturen. Maar bij ons is dat niet het geval. Dus dat vind ik... Ja, alle berichten van de Taro zijn weg door FTV-tieren. Dus het, gelukkig staat alles nog... Hier kunnen jullie hierboven alles nog gewoon lezen tijdens de stream, alles wat erin staat. Maar goed, ik ga afsluiten. Ik vond het weer een bijzonder geslaagde stream. Bedankt voor alle aanwezigheid. Deze komt op YouTube. Dus iedereen kan nog gauw even hallo tegen YouTube zeggen in de chat. Van iedereen die op YouTube kijkt. Als je graag volgende keer weer terug op YouTube. Ook in Twitch. Dus doei YouTube. Here comes that bullshit. What up? Shit, what up? Doei.